We gaan folklore meemaken, maar ik moet je waarschuwen. Het zijn in totaal 5 opdrachten. En die moet je allemaal volbrengen binnen de 7 minuten. Want het is alles of niets. Als je dat niet haalt, sorry, even goede vrienden. Maar er is nog een uitwijkmogelijkheid. Ik heb hier een, ik laat er even eentje zien. Het is een meubelcheck. Ter waarde van 5000 gulden. In de time-out, die we in overleg even bepalen. Dan kun je 1 vraag, 2 vragen, 3 vragen naar keuze. Mag je zelf beslissen beantwoorden. Elk goed antwoord staat voor 5000 gulden. Ja? Ik hoor jouw vragen, Ron. Alles goed en wel. Maar waar gaan we naartoe? Een hele goede vraag. Ja, goed. We laten eerst even zien waar die prachtige huwelijksreis naartoe gaat. Kijk. Natasha en Ronald, kijk eens. Een droomreis wordt werkelijkheid met Special Traffic, de verre reizenspecialist. Jullie gaan 22 dagen lang naar Indonesië. Ervaar de stille kracht in de gordel van de Smaragd. Met als hoogtepunten een bezoek aan de Borobudur en de prachtige stranden van Bali. Special Traffic, de specialist voor alle verre bestemmingen, wens jullie een hele spannende finale. Jongens. Ik geloof dat hij zei 22 dagen. Ja. Ik weet niet of hij buiten zijn boekje gaat, maar dat is mooi, hè? Zag je dat? Bali, ja, enzovoort. Prachtig. Dat is nog niet alles. De meubelchecks, daar weten ze alles over. Hier, kijk. Het zijn 22 dagen, maar er is meer. Als jullie straks terugkomen van de honeymoon quiz, kunnen jullie gezellig een dagje meubelen in Peer. 30 kilometer onder Eindhoven. En of je nu houdt van modern of klassiek, in Peer vind je het allemaal. Ook op zondag. De kwaliteit en vriendelijkheid van de meubelcentrale Heijlen zijn befaamd. Doe jullie best in de finale, dan zien we jullie bij meubelcentrale Heijlen. En dat ligt allemaal natuurlijk in Peer. Natasha en Ronald, pak die meubelchecks. Ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen, ja? Okay. Wil je nog iets tegen Rolly zeggen? Wil je nog ergens in knijpen, ja, een flesje geven of zo? Ja. Wens elkaar nog even sterkte, dat je vooral het gevoel hebt dat je het samen doet. En ik help waar mogelijk, ja? Natasja, kan die? We gaan er. Roland? Oké, okay, dan gaat de klok nu lopen. We gaan eerst naar de bedjak. Dat is een hele rare fiets. Dit is een heel oud exemplaar. Ga jij hier zitten en jij gaat hier zitten. Hij komt uit een museum en het rare is dat hij doet het niet altijd. Hier moet je sturen, maar als jij naar links stuurt, gaat hij naar rechts. En als je naar rechts stuurt, gaat hij naar links. Als je vooruit trapt, gaat hij achteruit. Achteruit trappen, gaat hij naar voren. We gaan eerst door het palmenbos. Ga maar. Achteruit trappen, achteruit trappen. En oefen even met sturen voordat je door de palmen gaat. Voorzichtig. Voorzichtig, gaat goed. Rustig aan, Roland. Ja, en nu deze kant op, deze kant. Volg mee. We gaan door de Sawa. Hij gaat goed, Roland. Door de Sawa. Kom maar. Kom maar, voorzichtig. Maak die bochtjes. Naar links als je naar rechts moet. Naar rechts als je naar links moet. Je bent een echte mountainbiker. Heel goed, deze kant op. We gaan thee schenken hier. Oh, remmen maar. Naar je moeder, jouw moeder, met haar partner geef je een kopje thee. Dat is een oud ritueel in Indonesië, is leuk. Het is een soort theeceremonie. En allebei een kopje. En het is warm, voorzichtig, met de jantjes. En de eerste opdracht is volbracht. Prima. Roland, jij hier, Natasja. En we gaan een Indonesisch checkie rollen. Ja? Wekt de tabak op het vloedje. Dit is de oude ambachten, hoe ze daar checkies rollen. Zoals ze dat al honderden jaren doen. Voorzichtig eroverheen. Rustig aan. Met beleid kom je heel ver. Zo, en nu die kant op draaien. En daar komt hij. Nou, het plakstripje eraf. En kijk eens even. Ja. Wacht even, hij gaat hier vast zitten. Even zo, onder. En nu vastdraaien en haal hem eruit. En laat hem even zien. Tweede opdracht. Volbracht. Kom op. Hier, naar de bal. Jij gaat daar staan. Natasja hier. Jullie zien een masker. Er moeten 4 ballen door de mond. En 2 ballen door ogen of neus. Ga je gang. Kom erbij. Goed mikken. Mikken, Roland. Goed mikken. Doe 1 oog dicht. Doe de mond vast. Ga jij op de mond. Jij een beetje opzij staan. Mik jij op de mond, dan moeten er 4 in. Kom op, jongens. Ja. Op de mond. 2. Nog 2 in de mond. En 2 door ogen of neus. Zie je. 2 door ogen of neus. Ja.
naartoe. Dit is pure folklore. Je krijgt op je handpalm krijg je een lampion. En die lampion die breng je balancerend door de sala. Voorzichtig. Dit is concentratie. Balanceren. Rustig, Roland. Kalm aan. Je hebt... Oh! Geen goed. Geef maar aan. Kom maar. Natasja, voorzichtig. Rustig, kalm blijven. Balanceren! Stop. Time out. Time out. Stop. 1, 2, ja? Kom hier staan. Jullie zijn heel, heel snel. Maar dat had ik ook niet anders verwacht. Ging heel goed. We hebben nog ruim 3,5 minuut over. Dat is ruim in de tijd. Maar laten we niet gaan juichen, want die Pisa die kan straks vreselijk tegenvallen. Dat weet je niet. Maar het is te doen. Ik ga jullie nu vragen. Willen jullie na de time-out een vraag voor een meubelcheck? Of wil je 2 vragen of 3 vragen? 5.000 gulden per goed antwoord kan oplopen tot 15.000 gulden. Wat doen jullie? Overleg. 2. Waarom als je 2 neemt? 2 minuten voor de pizza. 2. Is veel, hoor. 3. Ik moet erbij vertellen, als we de vragen gaan stellen, gaat de klok lopen. Maar je zit ruim in de tijd, hoor. 2. Hij zegt het. 3. Wat doen? Nou, proberen. Of 3. 3. Oké, 3. Ja. 3. Roland neemt er 3. Oké. Ik pak ze vast beet. Dat scheelt weer een seconde. En de tijd gaat nu lopen. Kroephoek is een bekende Indische lekkernij. Wat is het voornaamste ingrediënt van kroephoek? Garnalen. Garnalen is goed. 5.000 gulden. Welke actrice gaat er schuil achter Tante Lien? Wieteke van Dort. Wieteke van Dort is goed. Wat is de naam voor een zeer scherp mengsel van kruiden waarvan gemalen Spaanse peper meestal het hoofdbestanddeel is? Sambal. Sambal is goed, kom op. Nee, daar staan. Alsjeblieft. Sst, dames en heren, ruim 3 minuten. Maar het hangt er helemaal vanaf hoe de Pisa zich gedraagt. Blijft hij rustig? Verleden week zaten we ook ruim in de tijd. Maar toen was hij zo aan het bewegen dat het tot het eind toe de vraag bleef, groen voor jou, of ze het zouden halen. Blijf rustig en hou dat ritme. Kijk, dat is al een beetje link. Dat is, je moet kijken waar je hem neerzet, want als je te veel, dan gaat hij uit het lood, net als de echte. Voor jou, groen. 2,5 minuut. Niet zo rustig. Trillen, Roland. Rustig. Rustig. Blijf kalm. Rustig. Blijf ijzig kalm. Alsof je op een delta-wing hangt. Kalm maar. Kijk goed uit waar je neerzet, Natas. Dat is goed. Kijk, hij komt als het ware weer tot rust. Voorzichtig. Nou, niet dat evenwicht verbreekt. Kalm. Rustig aan, schat. 2 minuten nog. Warme tijd. Rustig. Zeg lieve woordjes. Ja. Want dat wil wel eens helpen. Schat, ik hou van je. Ja, nou niet te gek maken. Rustig. Laat de stenen rollen, Rolly. Rood. Oh. Aan jouw kant. Aan jouw kant. 1 minuut 40. Rood. Rood. Blauw. Oh, hij komt te veel naar mij. Heel goed, gecorrigeerd. Blauw. Even wachten. 1 minuut 25 nog. En er zijn nog zo'n 9 poppetjes die weggezet moeten worden. Zou je dat wel doen? Daar. Oh, oh. Blauw. Kom bij jou. Even rustig, schat. 1 minuut 3 seconden rustig. Nog. Even kijken waar niet je tegen gaat. De tafel, Roland. Dan moet ik hem hier. Rustig. Dus hou hem heel, jongens. Wat ik je bidden mag, hou hem heel. Rustig. Laat hem staan. Als hij valt, heb je niet meer de tijd om hem op te bouwen. Het gaat om die schitterende huwelijksreis. Rustig. 38 seconden nog. Nu niet te lang dralen, want dat zou zonde zijn. Rol zit neer. Voorzichtig, voorzichtig. 27 seconden nog. De laatste. Nog één, de laatste. Voorzichtig, voorzichtig nou. Hij staat! Ja.
Ja, dames en heren, het is gelukt. Het was aan het bewegen, maar Roland en Natasja, we zijn allemaal hartstikke blij voor jullie. Jullie gaan die schitterende reis. En dat is een reis die maak je maar één keer in je leven. Die gaan jullie maken. En om vast een klein beetje te wennen, worden jullie hier al liefdevol opgevangen door de mooiste bruiden uit Indonesië en de mooiste bruidegom. Kijk maar, daar zijn ze. Selamat malam. Hartelijk welkom allemaal. Daniel is er nog met zijn band, danseressen en alle prachtige bruiden hier uit Bali en hier uit Java, West-Java en alle andere prachtige eilanden. Huil maar lekker schat, maakt allemaal niet uit. Dit is nog niet alles, want kijk eens wat je nog meer van ons krijgt. Een hele mooie koffieset. Dank je wel. En ik wil jou heel erg hartelijk bedanken. Nathalie, en jij ook bedankt. Kijk eens de bloemetjes. Eleonora, bedankt. En ook Hendrik en Mats, heel erg bedankt. En hier is dat ticket om te bewijzen dat jullie echt gaan. De verre reizen, daar zullen jullie in goede handen ben je bij hen. Ze gaan jullie helemaal voorzien met lekkere hapjes en drankjes. En het begint al in het vliegtuig. Ja, hartelijk dank dames. En we gaan nu ook nog een klein lief liedje voor je zingen. Het was soms kantje boord, maar daarom niet getreurd. Natasja gaat met Roland, honeymoonen in harmonie gescoord. Het ging meestal om de beurt. Het resultaat, een reisje om te zoenen. Als Roland iets niet wist, Natasja sprong in het gat. Had zij zich eens vergist, het was Roland die het had. Je kunt in dit soort quizzen een klein engeltje niet missen. Maar in de leuke staan er niet. Maar het blijft maar zo wel zijn. Zie je eenmaal in je leven champagne. En dat blijft er dan wel bij. Je ziet er maar een schijn, een geheel van vele kleuren. Nee, maar zoals zij, zal het nooit nog verdrietig meer zijn. Dames en heren. Het was weer heel erg spannend. Wij danken u allemaal dat u hebt meegeleefd, dat u er was vanavond. Ik hoop dat u het gezellig vond. En hopelijk zien we elkaar volgende week. Dan hebben we weer een nieuw bruidspaar. En weer een hele mooie, exotische honeymoon. Prettig weekend vast en tot volgende week. Bye bye.